Een hele belangrijke vraag. Wat is kringlooplandbouw? Een goed debat, zei mijn debattrainer, begint met een heldere definitie. Maar kringlooplandbouw is niet een makkelijk te definiëren scheikundige verbinding of natuurlijk verschijnsel. Als je aan een scheikundige vraagt wat is de definitie van water, dan zal hij of zij zeggen: water is een verbinding tussen twee waterstofatomen en één zuurstofatoom en komt in de natuur voor als vaste verbinding, vloeistof of gas. Heel helder. Maar als je aan een filosoof vraagt wat is een goed leven, dan krijg je niet zo'n eenduidig antwoord. En zo is het ook met kringlooplandbouw. Kringlooplandbouw gaat over leven binnen de draagkracht van deze planeet. En wat wij hebben gedaan is, we hebben 5 principes opgesteld die van belang zijn wanneer je toe wilt naar kringlooplandbouw. En die 5 principes loop ik met jullie door. De eerste. De basis van een circulair voedselsysteem begint bij een gezonde bodem en gezonde wateren. Dus je moet toe naar die landbouw- en visserijmethode die de gezondheid van je bodem en je wateren daarvoor zorg dragen. Want dat wat je aan de bodem geeft, geef je aan je lichaam. En wie wil er nou pesticiden of zware metalen aan zijn lichaam? Het tweede principe gaat over het terugdringen van voedselverspilling en voedselverliezen. We weten allemaal dat we ongeveer 1/3 van ons voedsel verliezen tussen de grond en onze mond. En waarom zou je die appel met dat plekje niet gewoon verkopen in de supermarkt? Overigens denken wij dat overconsumptie en de consumptie van lege calorieën ook behoort tot voedselverspilling. En dat zit nog niet eens in dat getal van 1/3. Het derde principe. Benut vruchtbaar akkerland en onze wateren primair voor de productie van voedsel voor onszelf. Dus voor ons mensen. Nu is het zo dat ongeveer 40% van het akkerland in de wereld, maar ook in Nederland, wordt gebruikt voor het produceren van diervoer. En 90% van het vismeel dat wij voeren aan dieren, sommige vissen of andere dieren, kunnen wij eigenlijk rechtstreeks zelf eten. Dat is heel ineffectief. En vanuit een effectief gebruik van biomassa moeten we dat niet meer doen. Maar dat betekent ook dat je minder dierlijk product kunt eten. Het vierde principe. Als we voedsel produceren, hebben we altijd bepaalde reststromen. Zoals bijvoorbeeld graan, komt samen met stro. Maar als je zonnebloemolie maakt, heb je ook zonnebloemschroot. Je hebt slachtafval, je hebt onvermijdbare voedselverliezen. En we hebben ook zelf uitwerpselen als we voedsel hebben gegeten. En al die reststromen die zitten boordevol waardevolle nutriënten. En die moet je eigenlijk hergebruiken, circuleren in je voedselsysteem. Als meststof voor de bodem of als voer voor de dieren. Dus dat is heel belangrijk om te doen. Het vijfde principe. Wanneer je die reststromen gaat hergebruiken, kost dat energie. En we moeten niet alleen overstappen van fossiele energie naar hernieuwbare energie, maar we moeten ook zuinig blijven omgaan met energie. Dat betekent lokaal eten, onbewerkt eten en zo lokaal mogelijk je kringloop sluiten. Dat zijn de 5 principes van kringlooplandbouw.